Deze webles behandelt geen nieuwe stof. Ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Deze webles gaat over de term energie. En als ik het preciezer zou zeggen, de grootheid energie. Met afkorting hoofdletter E en de bijbehorende eenheid de joule. En als je het hebt over energie, dan ontkom je er niet aan om ook de wet van behoud van energie te noemen. En deze gaan we ook toepassen in de opgave. En wat je dan vaak doet, is deze wet van behoud van energie omdraaien tot een zogenaamde energiebalans, waarbij je nagaat. Um, dat er aan, uh, in situatie 1 evenveel energie is als in situatie 2. Want de wet van behoud van energie zegt ons namelijk dat energie niet verloren kan gaan en energie kan ook niet zomaar tevoorschijn komen. Voordat we die energiebalans kunnen gaan opstellen en toepassen, is het natuurlijk zaak dat we een aantal energieën kunnen benoemen voor onszelf. En uh, niet alleen benoemen, maar dat we ook kunnen berekenen hoeveel energie er in een bepaalde situatie opgeslagen zit in die energievorm. We gaan een vijftal energiesoorten bekijken. Deze energiesoorten moet je ook kunnen toepassen bij opgaven, en aan deze energiesoorten kun je ook rekenen. De eerste, misschien wel de bekendste energiesoort, is de zwaarteenergie. En, uh, de zwaarteenergie van de voorwerp kun je uitrekenen, die is gelijk aan M mal g mal h de hoogte. En een eigenschap van de zwaarteenergie is dat je zelf altijd mag aangeven waar jij de hoogte 0 neerlegt. Zolang je dan maar um, in vergelijkende situaties overal dezelfde hoogte ook 0 noemt, um, maakt het niet uit welke hoogte jij 0 noemt. Bij de zwaarteenergie hoort ook een kracht, en dat is de zwaartekracht. En We gaan dadelijk kijken wat zo'n kracht ons kan vertellen. Als je iets verder uh, ingaat op de theorie rond zwaartekracht. Dan kom je er al snel achter dat de zwaarteenergie, dat dat eigenlijk een benadering is, die alleen geldt als je je bevindt op een oppervlak van de aarde, bijvoorbeeld, of op het oppervlak van de maan, maar in het algemeen dat je in het algemeen kunt spreken van een gravitatieenergie. En de formule die erbij hoort is iets ingewikkelder: de gravitatieenergie is altijd negatief, tenzij je heel ver weg van het hemelobject uh, je bevindt, dan is de gravitatieenergie zo goed als nul. Um, maar in de meeste gevallen is het dus gewoon een negatieve waarde. Bij de gravitatie-energie hoort ook een kracht en dat is dus gravitatiekracht. Een derde energie waar je aan kunt rekenen is de veerenergie. En de veerenergie hangt van een aantal grootheden af, namelijk van de veerconstanten en van de uitrekking, hoeveel je de veer aan het uitrekken of indrukken bent. De kracht die erbij hoort is de veerkracht. Een vierde energiesoort Heet niet energie, maar het is wel een energiesoort, dat is namelijk de warmte. En de warmte heeft ook een eigen afkorting, dat is Q. En als je te maken hebt met een wrijving, waardoor er warmte ontstaat, dan is Q gelijk aan de grootte van de wrijvingskracht, maal de afgelegde weg. En de kracht die hierbij hoort, is de wrijvingskracht. De vijfde energiesoort waar je aan kunt rekenen, is de chemische energie. En wanneer je te maken hebt met een, een voorwerp dat chemische energie bezit dan houdt dat in dat er een chemisch proces kan plaatsvinden in dat voorwerp waardoor er energie vrijkomt en er vindt een chemische reactie plaats. Denk bijvoorbeeld aan een motor in een auto, daar gaat benzine in, maar denk bijvoorbeeld ook aan het menselijk lichaam of een, het lichaam van een dier. De hoeveelheid chemische energie die kun je vaak uitrekenen omdat gegeven is hoeveel brandstof je hebt verbruikt. En voor de brandstof kun je de zogenaamde stookwaarde opzoeken. Dat is de R in de formule die je hier ziet staan. De stookwaarde staat in BINAS. En die kan um, gedefinieerd zijn aan de hand van een volume. Dus zoveel joule per liter of zoveel joule per kubieke meter. Het kan ook gedefinieerd zijn aan de hand van een massa. Zoveel joule per kilogram. Uh, steenkool, bijvoorbeeld. De kracht die hier vaak een rol bij speelt. Is uh, of de spierkracht of de motorkracht. Als je te maken hebt met de mens bijvoorbeeld, dan oefent de mens een spierkracht uit. Daar heb je energie voor nodig, gaan we dadelijk zien. En bij een motor noemen we het vaak in het algemeen de motorkracht. Wat kunnen we nou met al, al, al deze energiesoorten? Nou, ik heb net al gezegd: um, de wet van behoud van energie vertelt ons dat uh, de totale energie uh, niet verandert. Maar wat er natuurlijk wel kan gebeuren, is dat de ene energiesoort meer energie krijgt. En dat uh, dat ten koste gaat van de hoeveelheid energie in een andere energiesoort. En hoe krijg je nu de energie van de ene energiesoort naar de andere energiesoort? En uh, wat blijkt nu het geval te zijn? Die energie kun je verplaatsen door arbeid te verrichten. Wanneer je arbeid verricht, gaat dat altijd ten koste van één energiesoort, de hoeveelheid energie die bij die energiesoort uh, te linken valt. En dat komt dan bij een andere energiesoort erbij. Arbeid kun je eigenlijk zien als een soort betaling van Joules van de ene energiesoort naar andere energiesoort. En de andere manier om te zeggen, eh, om arbeid duidelijk te maken is eh, dat als je een verandering teweeg wil brengen, dat je daar dan altijd arbeid voor moet uitoefenen. Arbeid zorgt voor een beweging, voor een verandering. De formule die bij arbeid hoort, en arbeid heeft als afkorting hoofdletter w, is F maal S maal cosinus alpha. F is de kracht. S is de afgelegde weg, de weg waarover die kracht heeft gewerkt. En alfa is de hoek tussen de richting van de kracht en de richting van de verplaatsing. Want zowel kracht als verplaatsing zijn vectorgrootheden. Dus die hebben ook een richting. Dit houdt in in de praktijk dat als de kracht in dezelfde richting staat als de verplaatsing, wat cosinus alfa, alfa is dan 0, cosinus alfa wordt dan 1. En werkt de kracht precies in tegenovergestelde richting, dan krijg je cosinus alpha is min 1. Maar ook eh, wanneer de kracht en de verplaatsing niet mooi in één lijn staan, kun je de arbeid uitrekenen met die cosinus alpha. Naast dat je de arbeid kunt uitrekenen, kun je de arbeid ook bepalen als je te maken hebt met een zogenaamde F-s-grafiek, waarbij F dus op de y-as uitstaat en S op de x-as. De arbeid die is verricht is dan gelijk aan het oppervlak onder de grafiek. Bekijk het plaatje maar goed, het uh, grijs uh, gemaakte oppervlak. Die kun je dan bepalen en die geeft jou de grootte van de arbeid. En uh, de eenheid van arbeid is hetzelfde als de eenheid van uh, de energiesoorten en die is namelijk de joule. Als je te maken hebt met uh, spierkracht en zeker met motorkracht, dan komen er vaak ook nog een paar andere. Um, Termen om de hoek kijken. En de eerste is het vermogen. Een motor heeft een bepaald vermogen en dat vermogen kun je uitdrukken: en dat is de hoeveelheid energie die de motor kan leveren, gedeeld door de tijd waarin de motor dat doet. Je kunt zelfs ook zeggen de, de hoeveelheid arbeid die een motor kan verrichten, gedeeld door de tijd waarin eh, de motor dat doet. Eenheid van vermogen is wat. Daarnaast kun je ook nog een andere formule gebruiken, die vooral handig is als je te maken hebt met een voertuig of een vaartuig of een vliegtuig. Iets wat beweegt en um, wat een motorkracht um, ontwikkelt. En wanneer een voorwerp beweegt met een constante snelheid, kun je zelfs ook nog zeggen dat de motorkracht gelijk is aan de totale wrijvingskracht die wordt ervaren door het uh, voertuig. Um, die blijken namelijk in relatie te staan tot het vermogen dat de motor levert. En dit is een handige formule en daarom moet je hem ook niet vergeten dat die bestaat. De formule luidt P is F maal V. Dus als je twee van de drie weet, dan kun je de derde heel eenvoudig uitrekenen. Een derde term die van belang is, is het rendement. En een rendement van een motor uh, is altijd uh, gedefinieerd als het volgende. Je moet er een bepaalde hoeveelheid energie in stoppen. Niet al die energie wordt gebruikt in de nuttige vorm waarvoor jij die motor of dat apparaat gebruikt. Slechts een percentage wordt ge gebruikt in de nuttige vorm en dat percentage noem je dan ook wel het rendement. Rendement heeft dus geen eenheid. Je kunt het uitdrukken in zoveel procent. Je kunt het ook uitdrukken in een getal tussen de 0 en de 1. En um, in de regel, alle apparaten, alle motoren, ook het menselijk lichaam. Um, er is geen enkel um, Apparaat dat een rendement kan halen van 100%. Je hebt dus altijd wel te maken met een klein beetje verlies. We missen nog één energie soort, en die heeft te maken met het volgende. En dat wil ik je toelichten aan de hand van de zogenaamde wet van kinetische energie en arbeid. En die wet van kinetische energie en arbeid, die uh, luidt zo, in wiskundevorm, en die staat eigenlijk het volgende: als je over een bepaald traject alle arbeiden, die op een voorwerp wordt, worden uitgeoefend, uitrekent. En dat doe je dus door te kijken welke krachten er op het voorwerp uitgeoefend worden en hoe groot van elk van die krachten de arbeid is. En die arbeid kan dus ook negatief zijn. Als je al die arbeiden bij elkaar optelt, dan hoeft daar niet nul uit te komen. Het kan zijn dat je een positieve waarde overhoudt. Dan moet die energie natuurlijk ergens naartoe. Je kunt niet energie zomaar uh, verliezen. En aan de andere kant, er kan ook een negatieve waarde uitkomen, uit die som van alle arbeiden. En uh, dan moet er ergens energie vandaan komen. En uh, de laatste energiesoort uh, die je waarmee je kunt rekenen, daarmee kun je dus eigenlijk die arbeiden, het tekort of het overschot, uh, kun je daarmee uh, verdisconteren. En die laatste energiesoort, dat is de kinetische energie. Een voorwerp dat beweegt, heeft de kinetische energie. En de grootte daarvan is een half maal m maal v in het kwadraat. Als de totale arbeid op een voorwerp positief is, dan zal de kinetische energie toenemen, oftewel het voorwerp gaat sneller bewegen. En als de som van alle arbeiden negatief is, dan zal de kinetische energie afnemen. Met al deze kennis kunnen we onze energiebalans, waarmee we eigenlijk zijn begonnen, kunnen we uitbreiden eh, in een eh, totaalvorm. Ik zal hem eh, laten zien. Die ziet er zo uit. Heel veel um, um, variabelen zitten erin. Nu zul je in vrijwel alle opgaven um, één of meerdere van deze termen kunnen wegstrepen, omdat die geen rol spelen. Maar uh, we hebben te maken met chemische energie. En eigenlijk altijd stop je die chemische energie uh, erin, die komt vrij doordat er een motor werkt. En uh, als je te maken hebt met het rendement, moet je natuurlijk rekening houden met het rendement van die motor. Uh, en aan de andere kant kan onderweg, ook doordat er wrijvingskrachten optreden, uh, warmte omgezet worden in, of, uh, sorry, energie omgezet worden in warmte, in Q. Dus uh, rechts van het eerste teken kun je Q hebben als je te maken hebt met wrijvingskrachten. Met een aantal krachten heb je eigenlijk altijd te maken. Dat is de, uh, sorry, energie heb je altijd te maken. Dat is de kinetische energie, de zwaarte-energie en de veerenergie. Afhankelijk van de situatie kunnen die uh, in de beginsituatie. Of in de eindsituatie aanwezig zijn, of natuurlijk in allebei de situaties. Op het moment dat je die energiebalans goed kunt opschrijven, heb je eigenlijk zo'n opgave voor 50% al gemaakt. Dit was de samenvatting van het onderwerp energie.